die heerlijke spelerstunnel. Met die enge psychedelische muurschilderingen en het rare luik. Als een clubje gladiatoren staan de spelers daar te wachten. Buiten joelt de bloeddorstige menigte op de tribune. De absolute koning van die spelerstunnel was John de Wolf. Voor de Europacup-wedstrijd tegen het Zwitserse Luzern nam hij de spits van de tegenstander even apart. Die spits speelde ondanks een gebroken neus toch mee. John de Wolf kneep hem in die tunnel 1 minuut voor de wedstrijd keihard in die neus. Even kijken of die echt gebroken is, zei John er nog bij. Ik heb er 10 plekken, ik heb er 11 van gemaakt.